Tjishornkamp, beste speler van de vierde periode in de keukenkampioendivisie. Speler van Den Bosch in de Geusel tegen MVV. En hier de vrije trap van de man die dus in de prijzen werd gezet en al 19 doelpunten heeft gemaakt. MVV, ja, laatste wedstrijd. En, kijk eens, Blummel speelde nog twee seizoenen voor Den Bosch. Dan is het altijd extra lekker als je zo'n goal maakt. Hoewel de doelman Van der Steen er niet zo heel best uitziet. Zou eigenlijk helemaal niet spelen, deze Van der Steen. Maar er was nogal wat aan de hand. Hier Hoornkamp en een goede redding van Mike Haverkotte. Maar er was wat aan de hand. 10 coronagevallen, 6 blessures en een schorsing. Dus een soort fantasieopstelling bij Den Bosch dat hier de goal van Costons te verwerken krijgt. De voorzet is van De Jong. Maar kijk eens hier, Blummel. Ja, die is in topvorm. Mooi hakje van hem. En de 2-0 voorsprong voor Den Bosch dat zo een mooi punt zet achter een wisselvallig seizoen. Er gaat een hoop veranderen in de Geusel. Veel spelers gaan weg. Er zijn ook spelers die blijven. Costons vindt dan hier Nauts. En zo haalt MVV in die laatste thuiswedstrijd voor de Limburgers helaas zonder publiek uit. En is Van der Steen, die dus eigenlijk vervangen zou worden door Sikking. Maar Sikking werd dus getroffen door corona. En Den Bosch treft ook. Maar doet dat dan toch nog een keer via Hoornkamp. Kijk eens, heerlijke vrije trap. Eindstand in de Geuzelt. 3-1 voor MVV.